Welkom in deze aflevering van Dagelijkse Verdieping. Ook vandaag laten we twee getuigenissen horen. Mensen die de leeftijd van de gepensioneerden al bereikt hebben, maar nog zeer actief zijn. Eerst gaan we naar Aartselaar, naar Luc Eelen, een actieve kerkganger in Aartselaar, die vertelt wat het betekent voor hem om gedoopt te zijn en welk beeld hij heeft van kerk. Aan jou het woord, Luc. Mijn naam is Luc Eelen. Ik ben sinds een tweetal jaar op pensioen. Ik ben gehuwd al 36 jaar. Wij hebben drie kinderen die het zeer goed stellen. Die zijn alle drie gedoopt, eerste communie, plechtige communie. Maar geen van deze drie kinderen is, laat ons zeggen, kerkelijk actief. Wat niet wil zeggen dat zij niet op hun manier op zoek zijn naar de juiste symbolen en rituelen om een leidraad te hebben in hun leven. Ikzelf ben uiteraard of vanzelfsprekend gedoopt. Eerste communie, plechtige communie, naar een katholieke school geweest, katholieke universiteit. En ik zou zeggen dat de doopsel voor mij een toegangskaart of een toegangsticket geweest is naar een religieuze context. Uiteraard ook een heel brede culturele omgeving. Ook een maatschappelijk zeer bewuste omgeving. Maar ik moet toch zeggen dat ondanks die christelijke of die katholieke opvoeding, ik toch op geen enkel ogenblik eigenlijk echt aangesproken ben door enige spirituele zingeving of spirituele diepgang. Of laat ons zeggen, men heeft het wel aangereikt, maar ik heb het gemist of niet begrepen. Ik ben eigenlijk eerder toevallig in contact gekomen met de figuur van Jezus, want laat ons zeggen, tussen mijn 16e en mijn 28e ben ik totaal niet kerkelijk geweest. Ik zou zelfs zeggen, bijna ongelovig, en is toch heel de wat linkse literatuur bij mij langs gepasseerd en heb ik die met heel veel aandacht en met heel veel engagement ook gelezen, tot er een familiale situatie geweest is, waarbij een broer van mij gescheiden is. Die scheiding is niet echt vlot gelopen. En op een bepaald ogenblik kregen we een uitnodiging voor het tweede huwelijk van mijn broer, waar we toch niet goed wisten of we daarop moesten ingaan of niet, omdat de relatie met zijn ex-vrouw, dus mijn ex-schoonzus, en met zijn kinderen eigenlijk nog altijd niet harmonieus was. En dat huwelijk toch wel zeer pijnlijk overkwam voor zijn vroegere gezinsleden. Ik heb daarover gepraat met mijn vader en die zei dat het inderdaad een moreel toch wel moeilijke situatie was. En hij zei eigenlijk een bijna langs zijn neus weg, ja, zegt hem, ik heb in zo'n situatie is mij voorgenomen van eigenlijk te kijken naar wie de zwakste figuur is en ik laat me daarin leiden door het woord van Jezus. Dat is bij mij blijven hangen en sindsdien, ook professioneel, ik heb altijd in personeelszaken gestaan, heb ik mij bij bepaalde beslissingen laten leiden door wat zou Jezus in zulke situatie gedaan hebben en wat is uiteindelijk de positie, of welke is de positie van de zwakste en is het correct om een houding aan te nemen of een beslissing te nemen die aansluit bij het mogelijk beschermen of het sterker maken van de positie van de zwakste persoon in die bepaalde discussie. Dan is er een tweede ingrijpend gebeuren geweest, dat is de geboorte van onze oudste dochter. Ik heb die bevalling uiteraard meegemaakt en ik was zo onder de voet van hoe complex dat zulks gebeuren is, wat er allemaal kan fout gaan en hoe dat ik mij bevoordeeld en bevoorrecht voelde dat zowel mijn echtgenote als onze oudste dochter het prima stelden. Ik ben op de kamer gebleven te zijn bij mijn oudste dochter, of mijn dochter toen, en mijn vrouw, uiteindelijk naar beneden gegaan. Dat was in de Sint-Vincentiuskliniek. En ik ben bijna intuïtief de kerk binnengegaan, of ik ben de kerk binnengezogen, kan ik ook zeggen. En ik heb daar achteraan in de kerk
mijn dank uitgesproken voor het feit dat alles goed gegaan was, dat ik mij begenadigd voelde. En mijn dankbaar uitgesproken en ook mijn excuus bena dat ik zoveel keren voorbij dat huis van bezinning, het huis van God, laat ons zeggen, voorbij ben gelopen en daar nooit eigenlijk aandacht aan besteed had. En ik heb me toen voorgenomen van terug op regelmatige basis een kerk binnen te lopen. Later is dat onze parochiekerk, Sint-Leonardus van Aartselaar geworden, waar ik in de kerk en dankzij de structuur en de steun van de kerk een wekelijks moment heb gevonden van bezinning, van reflectie. En ik vind het fantastisch dat, ondanks de eindeloze kritieken die men op de kerk kan geven, en ik moet zeggen dat het kindermisbruik er bij mij toch ook wel zwaar ingehakt heeft, maar dat ik dankzij de kerk toch wel elke week een thema krijg aangereikt en doorheen het hele kerkelijke jaar krijg je een hele breed scala van thema's aangereikt om over na te denken, over te reflecteren. En ik probeer dat ook te doen en ik maak van dat moment gebruik om ook voor mezelf na te denken of ik goed bezig ben, of ik op een goede manier omga met mijn huisgenoten, met mijn gezin, met mijn familie, met mijn vrienden, met materiële dingen, met financiële zaken, met de manier hoe ik een aantal zaken aanpak. En ik moet zeggen, ik ben de structuur van de kerk ook heel dankbaar dat er zo'n structuur is waarbinnen ik deze reflectie voor mezelf en met het aanbod van de kerk kan maken. Dus dat is in het kort hoe ik de figuur van Jezus heb mogen ontmoeten en hoe ik uiteindelijk heel dankbaar gebruik mag maken van de infrastructuur die het structuur en de gemeenschap kerk mij aanbieden. Goeiedag. Gelukkig waren de woorden van Luc niet zo wazig als het beeld. Maar het belangrijkste is wel overgekomen. Dank je wel voor je sterke getuigenis. Nu gaan we over naar Brecht, naar de abdij van de zusters Trappistinnen daar. En we geven daar graag het woord aan zuster Theresia, die weliswaar inderdaad ook de pensioengerechtigde leeftijd heeft, maar nog zeer actief is in de abdijgemeenschap. En u zal merken dat de Heilige Geest ook van de partij is in dit filmpje. Beste vrienden, of zeg ik in deze paastijd beter, broeders en zusters in onze verrezen Heer. Bij het begin van deze virtuele ontmoeting zou ik me toch even willen voorstellen. Ik ben zuster Theresia van de abdij Onze Lieve Vrouw van Nazareth in Brecht. Mijn noviciaatstijd ligt al zeer lang achter de rug. Ik ben er namelijk al meer dan 58 jaar. En mijn taak al meer 3 jaren is gastenzuster zijn. Maar, zoals u wel begrijpt, momenteel met een leeg gastenverblijf. Toen ik de vraag kreeg om een kort getuigenis te geven, was er ook een dubbele vraag aan verbonden. Kan je antwoord geven op de vraag: hoe beleef jij je gedoopt zijn? En hoe zie jij de band tussen Jezus en de geloofsgemeenschap? Ik ga proberen. En als aanzet zou ik best eens even achterom kijken en de rode draad in mijn leven vastnemen. En dan denk ik dat dat vriendschap moet zijn. Zeer ruim, maar tegelijk heel specifiek en toegespitst sinds mijn doopsel, de vriendschap met Jezus. En gaandeweg de zekerheid en de beleving min of meer gegroeid dat ik door mijn doopsel ben opgenomen in de liefdesgemeenschap tussen de Vader en de Zoon, in de kracht en de genade van de Heilige Geest, want Hij is het liefdesvuur. En Jezus bij zijn doop werd door die Geest naar de woestijn gevoerd. Hij had ook een enorme levensopdracht.
En is het ook niet diezelfde geest die mensen lokt en stuurt om naar de woestijn te trekken? Laat ons zeggen, de woestijn, de eenzaamheid van bijvoorbeeld een slotklooster. En in die school van de liefde is hij het uiteindelijk ook die ons loutert en zuivert naar onze diepste roeping toe, middelaars te worden tussen God en de mensen, bevrijd van onze zelfbetrokkenheid. Maar zoals ik zei in het begin, dat is een levenslang proces. Maar we doen voort, we laten ons doen, want daar gaat het om. En als ik nu terugkijk naar de voorbije 40 dagen tijd en Pasen, in onze besloten groep, al zijn we Godzijdank met 24 zusters en een priester-rector in ons midden, toch was het een heel aangrijpende ervaring te weten en in te ademen wat er in onze grote wereld gebeurt, tot op vandaag. En dan zag ik in de Goede Week, en het kon me soms naar de keel grijpen, die kruisdragende Jezus en achter hem aan een hele stroom van mensen onverdiend een kruis te dragen met vallen en opstaan. En sommigen, velen, die eronder bezweken zijn. Jezus is ook gestorven. Maar door zijn Vader opgewekt, heeft hij niet alleen het graf opengebroken, maar tegelijk alle poorten van de dood. En is hij het nu die zoveel mensen ontvangt, binnenhaalt, binnenleidt, via zijn barmhartige liefde, in zijn licht, in zijn vrede, in zijn vreugde ook. En dan zou Paulus ook tot ons kunnen zeggen, troost, troost elkander dan met deze woorden. De Heer is verrezen, hij is met u. Hij is met ons, in ons. En hij gaat met ons de weg, onze heel persoonlijke kruisgang door deze tijden. En ik heb hier wel heel bewust die vriendschapsicoon mee in de tuin genomen, omdat ik die zo sterk vind. Zo mooi ook. Dit is wel een naschildering van de oorspronkelijke icoon van de 7e eeuw, maar ze is zeer helder en de betekenis is er zeer goed in bewaard. Hij is met ons. We zien hem niet, we voelen hem niet, maar zijn arm is om onze schouder. En zijn liefdevolle aanwezigheid, zijn vriendschap, is om ons heen. Nooit staan we er alleen voor. En nu kunnen we misschien, het lijkt een beetje laconiek, toch ook zeggen, er bestaan geen afstandsregels tussen hem en ons en van ons naar hem toe. Al zijn we alleen of eenzaam, we mogen niet toegeven aan die drang, aan die stoting. Ik ben alleen gelaten. Nooit zijn we alleen. En daarom, houd moed. Heb lief. Vertrouw op hem. Wij blijven verbonden. Wakend en biddend. In deze abdij. Dank u. Dankjewel, zuster Theresia. Samen met Luc Eelen uit Aartselaar
hebt u opnieuw een sterke getuigenis laten klinken. Mensen die vandaag als gedoopte in het leven willen staan. Misschien bent u als kijker wel geïntrigeerd door wat u hoort en hebt u vragen. Die mag u mailen naar ons via dagelijksverdieping@gmail.com. Maar we willen u tegelijkertijd ook uitdagen om eens na te gaan of u zelf geen geloofsgetuigenis kunt en wilt afleggen. U mag uw getuigenis schriftelijk doorsturen via het mailadres of een filmpje. En zaterdag maken wij graag een compilatie van wat er in de loop van deze week is binnengekomen. Maar eerst zullen we in de loop van de week nog andere geloofsgetuigenissen horen. We zien u graag terug morgen om 6:00. Dag!